moet ik het eerlijk zeggen, op Rutte. Mark Rutte is vandaag officieel de langzittende premier ooit van Nederland. En dus vragen wij de Rotterdammer, wat vind jij van zijn functioneren? Slecht. Hij doet gewoon meer voor het buitenland, voor Oekraïne en voor andere mensen. Maar voor de ouderen en mensen die dus geen woning kunnen krijgen en dus weinig geld hebben, daar doet hij gewoon helemaal niks voor. Nou, ik denk dat er heel veel kritiek is op hem. Als je het in de sociale media voorbij ziet komen. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, het is wel een hell of a job om in al die crisis waar we op dit moment in zitten, om dat op een goede manier in goede banen te leiden. Dus daar geef ik hem toch wel weer wat krediet voor. Ja, wat hij goed heeft opgepakt. Ja, wat is goed? Ik denk, er zijn natuurlijk heel veel verschillende moeilijke situaties geweest waar hij voor is komen te staan. Waar hij dan beslissingen over heeft moeten nemen. En ja, de vraag is, had een ander dat beter kunnen doen? En ja, eigenlijk is het nooit goed. Dus er zullen altijd mensen zijn die het er niet mee eens zijn. Daar kan ik heel eerlijk over zijn. Nederland loopt over van vluchtelingen moeten geholpen worden. Maar goudzoekers hebben we niet nodig. En die zitten er zat. En die laat hij allemaal toe. En de Nederlandse daklozen, waaronder een hoop jeugd, zeker in Rotterdam, die kunnen aan het gas. Wat ik wel heel moeilijk heb gevonden is dat die tijdens die motie van wantrouwen, dat hij niet inderdaad zijn biezen heeft gepakt, eigenlijk consequenties getrokken van zijn beleid eigenlijk met die ouderschapsgebeuren. Ja, dus als het aan u had gelegen, had hij eigenlijk al van zijn troon afgestoken. Ja, als het goed is, had hij eerlijker geweest en ik denk voor ons allemaal een beter verhaal geweest als hij weggegaan was. En hij zit al meer dan 4000 dagen, dat is een flink poosje. Mag hij voor u nog lang blijven zitten of... Ik denk, hij is nu iets langer dan Lubbers volgens mij. Dat was natuurlijk een Rotterdammer, dus dat record hebben we dan niet meer. Maar ik denk dat de tijd wel gekomen is om het stokje door te geven aan wat mij betreft een Rotterdammer om dat weer voor te zetten.